Angelique van Os, mooi dat je er bent. Dankjewel. Journalist, cultuurorganisator en muzikant. Dat is een mooi rijtje. Ja. Wat heeft je voorkeur? Ja, je vraagt ook niet welke van je kinderen, van welk kind hou je het meest. Nee, zijn er drie kindjes van je? Ja, denk het wel. Alle drie even belangrijk? Het is een beetje zo gegroeid. Ja. Ja, want jazz is a lifestyle, heb je onder andere op je website staan. Is dat de basis voor alles voor jou? Ja, ik denk het wel. Maar ik interpreteer jazz wel in een hele brede zin van het woord. Mm-hmm. Het is natuurlijk een muziekstijl of genre wat enorm is uitgegroeid de laatste 20 jaar tot een soort containerbegrip. En daar vallen heel veel nieuwe stijlen eigenlijk onder. En zo is het denk ik ook altijd geweest. Mm-hmm. Dus, wat doet het met je? Het maakt me blij, het maakt me scherp, het prikkelt, het beweegt, ja, van alles eigenlijk. En je bent muzikant, jazzmuziek dan, cultuurorganisator, dat zit ook in de jazzhoek. En als journalist ben je ook met jazz bezig? Ja, nou niet alleen, maar wel hoofdzakelijk. Ja, ik schrijf voor het blad Jazzism en dat is het enige Nederlandse blad wat zich richt op jazz en aanverwante stijlen en genres. Mm-hmm. En ook verschijnt ook in België. En daarnaast schrijf ik hoofdzakelijk op dit moment iets rustiger, maar over reizen. En ja. Dat is een andere passie van je. Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe is dat allemaal zo ontstaan? Hoe kom je met jazz in aanraking? Nou, dat is eigenlijk wel grappig, want dat is eigenlijk ontstaan door een fotograaf en door zijn werk. Ik weet niet of mensen ligt het kennen. Een prachtig boek. Herman Lennert. Ja. En volgens mij heb ik ooit een multimapje gehad toen ik 10 was, waar een van zijn iconische foto's op stonden. Dit is dan wel een fotograaf die, die echt de jazz in zijn hoogtijdagen heeft meegemaakt. Dus dan heb je het over de jaren 40, 50. Mm-hmm. En hij heeft toen eigenlijk alle grootheden destijds heeft hij allemaal gefotografeerd. Tussen jaren 40 en 60. En daarnaast heeft hij ook nog heel veel dingen gedaan, zoals reizen. Hij heeft in modefotografie gewerkt. Hij heeft ontzettend veel verschillende vlakken ook gedaan, maar zijn hart lag eigenlijk altijd daar. Hij heeft ook heel veel voor verschillende tijdschriften gewerkt. Ja. En was een leerling van Yusuf Kars, ook een bekende portretfotograaf. Dus maar bij toeval heb je dus een foto van hem gezien en zo is die liefde ontstaan? Kan ik het zo een beetje interpreteren? Ja, nee, hoe dat helemaal ontstaan is, weet ik niet. Maar ik denk toch een beetje van huis uit meegekregen. Mijn vader luisterde vroeger vooral naar fusion en naar jazzrock. En dus dat hoorde ik als kind altijd wel om me heen. En ja, ik denk wel dat die beelden daarbij hebben geholpen. En op een gegeven moment wilde ik saxofoon spelen, want Kenny Wilfer werd hot. En ik wou ook een saxofoon. Nou ja. En zo ging dat een beetje zijn eigen leven leiden. En dan kom je van de funk, kom je in één keer ook bij waar de jazz vandaan komt. Dus dan ga je helemaal terug naar het begin. En toen kwam ik ook weer de foto's van Herman tegen. En mijn allereerste stuk wat ik heb geschreven, dat ging over de fotografie van Herman Lennert. Dus zo is het cirkeltje, weer rond. Ja, prachtig. Het is ook een van je favoriete boeken. Ja, ik heb deze van hem zelf gekregen. Ik heb hem opgezocht meerdere keren in Los Angeles. En we hebben altijd contact gehouden. Hij komt oorspronkelijk uit New Orleans, maar heeft daar Katrina meegemaakt. Dus op een gegeven moment heeft hij, hij heeft 3000 prints daar verloren in zijn huis. Gelukkig had hij alles wel in de kluis opgespaard, zeg maar. Dus alles zat veilig achter slot en grendel. Maar hij heeft daardoor zo'n deuk opgelopen dat hij naar Los Angeles is vertrokken. En net toen ik had besloten van ik ga naar New Orleans, ik ga Herman opzoeken daar. Mm-hmm. Ik wil daar stukken over hem schrijven. Toen kwam de orkaan. Dus toen ben ik 2 jaar later naar hem toe geweest in Los Angeles. Ja. Ja. Bijzonder dan hoe dat loopt. Ja. Dat is dus één van je favoriete boeken. We vroegen om een lijstje met wat zijn nou boeken waar jij geïnspireerd door raakt. Je kwam met een hele lijst. En eigenlijk ook allemaal boeken waarvan wij niet 1, 2, 3 dachten. Of ik in ieder geval van, dat zou ik als eerste hebben gekozen. Om even wat titels. De Pianostemmer van Daniel Mason. Ja. De Passie van Artemisia. Ik weet niet of u van die titels gehoord heeft. Maar hoe kom je bij die boeken?
Ja, ik denk, wat dat, doet het met je? Denk dat het ook mee te maken heeft. Ik hou ook heel erg van geschiedenis en van historische romans. Er moet een stukje spanning vaak in zitten. En ik vind dat reizende aspect vaak heel, heel mooi. Ja, er zit wel een rode draad in. Het is allemaal een beetje andere culturen, ja. Kunst, klopt. Reizen. Ja. Dat komt allemaal weer samen dan. Ja, dat, ja, ik weet niet, een soort hunkering ook naar het verre, het onbekende en ja, je daarvoor openstellen. En als reisjournalist, ik heb het afgelopen jaar dan weinig gereisd, maar de 4, 5 jaar daarvoor ben ik best wel op veel plekken geweest. En ja, dan is het ook, ik ben bijvoorbeeld naar Myanmar geweest en de Pianostemmer speelt zich af in Myanmar in de 18e, begin 19e eeuw. Ja, en hij omschrijft dat allemaal zo beeldend. En dan ben je daar en dan voel je dat ook gewoon. Hm. Dus het is gewoon, ja, ik vind het heel mooi om dat het visueel, maar ook als je het leest en je ziet het dan ook. En je dan ook een voorstelling maakt van hoe zou het in die tijd zijn geweest. Ik vind het altijd, en dat vind ik eigenlijk ook met de jazzmuziek. Ik heb heel lang zo'n gevoel gehad van, ah, ik ben in de verkeerde tijd geboren. Dat is natuurlijk onzin, maar ik bedoel, zo voelt het soms, omdat je je dan zo betrokken voelt bij hetgene wat je ziet of wat je leest of wat je doet. In welke tijd had je willen leven dan? Nou, ik had dit wel mee willen maken hoor. Ja. Ja. Maar ja, goed, zo heeft elke, de geboorte van Venus gaat over de hoogtijdagen van de Renaissance. En ja, ik ben afgelopen zomer nog in Firenze geweest en dat is toch altijd wel een feest als ik hier daar mag zijn. Ja. En lees je die boeken dan bij aanleiding van de plekken waar je bent geweest of is het omgekeerd? Ligt er een beetje aan hoe het op mijn pad komt. De ene keer dan El Negro en ik van Frank Westerman, die zag ik bij een vriend van mij in de boekenkast staan. En we gingen naar Afrika en toen dacht ik van, nou, die neem ik mee, daar wil ik meer van weten. Ja. En die heb ik op een enorm hobbelige weg tijdens safaris en dergelijke heb ik die gelezen. En niet op het moment dat we natuurlijk naar de beesten gingen kijken, maar dat we onderweg... Zoals Angelique helemaal in het boek. Nee, dat niet, maar wel gewoon onderweg van A naar B. Want je zit soms gewoon 6 uur in de auto voordat je van het ene gedeelte naar het andere moet. Nou ja, en dan zat ik helemaal verdiept in mijn boek. Ja, ja, prachtig. En je maakt dus muziek, je bent muzikant, je hebt een eigen band... Ja, nou, onze band. Onze band, nou ja. Ja. Jij bent de zangeres in ieder geval. Afra Nova. Ja. Je gaat ook voor ons zingen. Ja, dat graag. Ja, ja, leuk. Ik wil je uitnodigen om alvast naar je plek toe te gaan. Is goed. En dan gaan we naar jou luisteren. Ja.